Welkom in Martini Plaza, het huis van Donar. Donar thuis tegen de heroes, de helden uit Den Bosch. Swipe naar de bal. Taylor neemt het schot niet, had gekund. Gaat naar de ring, opsteppen en legt hem erin. Hele poging, maar die gaat mis. Daar zit Brandwijk goed tussen. En Taylor als bliksemschicht naar de overkant. Er staat een handje aan. Terug naar Gadefors, die legt hem erin. Zien of Willem Brandwijk daar gebruik van kan maken. Achter de rug. Nou ben je kwijt. Jumpshotje raakt. Het ziet er zo makkelijk uit bij Clemens. En wederom is de rebound niet voor Willem Brandwijk. En twee keer de rebound niet pakken, dat kost je een score over het algemeen. Met de mismatch nu. Kok, step back, neemt het schot. En die valt erin. Die bal die viel miraculeus dood achter op de ring. Brandwijk past door naar Berns, die neemt het schot ook niet. Drijft, gaat hard naar de ring en legt hem erin. Step Branch. Gewoon weer in het veld te staan. Kok past door naar Thomas. Ver naar achteren nu. Wacht op. Taylor, die gaat naar links. En vinden de pick and roll daar. Ronnie Semeca. En die dunkt die bal af. Taylor gaat natuurlijk liever weer naar links. Dat weer erop. En Williams met de banker. Defty krijgt weer het schot, neemt hij niet. Nu Vernon Taylor, die man kan het toch. Neemt op dat schot, gaat naar de ring. En daarom staat hij op het veld en zit ik hier. Dat doet hij veel beter. Van ver verdedigd. Price zeker niet. Die in de post op tegen Brandwijk. Hoekje valt erin. Webster naar Price. Die mist. En de rebound is voor Donar gelukkig. Leek er even dat hij die bal pakt en nu dan wel een keer een fastbreak. Maakt Defty naar de ring. Die legt hem erin. Keurig, keurig, keurig. Naar Austin Price, Vernon Scott en Chris Woendal. Magdevski, Gadefors wederom vrij in de hoek. En nu wel raak! En nu wel raak! Is de beer dan eindelijk los aan de onderkant? Die Rijk vangt en post up. Hoekschotje, nee. Paas door, prima. Magdevski met de reverse layup. 40-36. Prima begin Donar van dit derde kwart. Naar. En een blok! Van Kleinbouts op Vernon Scott. Webster, 6 seconden aanval en Heroes heeft nog niks. Daar moet Webster zelf het noodschot nemen en natuurlijk, dat schiet hij naar raak. Brandwijk met het screen, Magdevski past door naar Brandwijk, gaat hard naar de ring en legt hem erin. Prima wissel, prima wissel. Branch in de post-up tegen Van Vliet, past naar buiten naar Mounts, naar Magdevski, neemt het schot niet, gaat naar de ring, flotertje, achter op de ring mis. En Peter Olisemeka! Goeie paas toch nog weer van Taylor daarna dat hij bijna de controle verloopt. Branch naar de ring. En raak! En bonus! En flex maar, jongen. Flex maar. Brandsma met de paas op Thomas inside. En een blok bij Donar en Bob zit op de baseline. Vindt nu wel van der Mars naar Webster. Step back. Raak. Brandsma in de post op tegen Mounts. Oh, mazzeltje. Vier bord raken. Zo is het opeens 57-53. Vier punten. Hier is nog tijd om zaken terecht te zetten. Schuimstreep te corrigeren. Paas naar Olisemeca. En jou hoor. Laat Kok maar springen. Olisemeca legt hem er wel in. Price. Naar Gadefors voor 3. Raak! Raak Victor Gadefors. Je verdient je fanclub Victor. Die was belangrijk. Branch naar Mounts. Naar Gadefors. Nog een keer. Nog een keer Victor. Nog een keer Victor. Victor Gadefors. Timeout Den Bosch. Dat noemen ze vluchten in een timeout. 2 seconden naar schiet nog wel. Maar schiet mis en zo wint Donar met 69-60 van de Heroes uit Den Bosch.